Welkom bij 023 Magazine, bij het programma 023 Politiek. Vandaag hebben wij te gast Sjaak Struijf, wethouder in Heemstede voor de Partij van de Arbeid. En naast mij zit de vaste sidekick Jos de Jong. Leuk dat je ook weer bent. Ja, blijf het door. Met die weggelopen. Maar ja, de main guest is natuurlijk Sjaak Struijf van de PvdA. En wethouder, dus dat is natuurlijk gewoon een belangrijke functie altijd binnen een gemeente. En ik zag de commissie Samenleving, ja. Onderwijs, Cultuur, ja. Sport. Sport, dus dat zijn wel... Sociaal domein niet vergeten. Ja. Ja, en... Hoe doe je dat allemaal, jong? Er zijn nog over portefeuilles. Ja, maar goed, we zijn natuurlijk niet zo'n grote gemeente, hè? Dus de problematiek valt op zich mee. En we zijn natuurlijk maar met drie wethouders en een burgemeester, vier man in het college. De vrouw eigenlijk meer, ik ben de enige man. Ja. Ja. Maar ja, dan moet je het verdelen. En er is, ook al bij de kleine gemeenten, zijn er heel veel verschillende dingen die op je afkomen. En ja, dan moet je dat onder elkaar verdelen. En aan mij is dit mooie programma aangeboden. En overigens hebben we wel afgesproken met elkaar dat we met z'n tweeën doen. Dus ik ben de partijhouder, maar mijn vaste plaatsvervanger is de burgemeester. Okay. Dat geldt ook voor haar portefeuille. Dus als er iets, als zij er niet is of er is wat, dan vervang ik haar. En op die manier hebben we altijd een soort van backup. Maar dat is wel prettig, want zeker. Het zijn nogal wat onderwerpen. Ja. Het is aardig wat. Okay. Sport, onderwijs, cultuur, sociaal domein, het is erg veel. Ja. Het kan wel een kleine gemeente zijn, maar er komt natuurlijk ontiegelijk veel bij kijken. En als je dat allemaal jezelf eigen moet maken. Ja. Dan is het af en toe ook wel lekker om een beetje feedback te krijgen van. Van iemand anders die misschien eens af en toe zo op de vinger stikt van even terug baas, nou, of even vooruit. Scherp blijven. Ja, dat is zeker waar. Overigens doen collega's Annelies van Haven en Nicole Mulder doen hetzelfde. Op het ruimtelijk terrein. Hebben die ook die feedback met de burgemeester? Ja. Okay. Nou nee, met elkaar. Hè. Ja, oké. Met elkaar. Dus eigenlijk duo's als het ware. Ja. Oké, okay. Dat is mooi geregeld. Ja, op die manier kun je elkaar makkelijker vervangen. Ja. En integratie van beleid is ook een belangrijk punt. Vooral op het terrein, het sociale domein. Dus alles wat met mensen te maken heeft. En veiligheid, om maar eens wat te noemen. Dat begint steeds meer in elkaar over te lopen. De mensen met verward gedrag, om eens een voorbeeld te noemen. Ja. Dan kan je de politie bellen. En dan worden ze opgepakt en dan zijn de gevangenis in. Maar het zou natuurlijk beter zijn om te kijken wat is er dan aan de hand. Hè? En dan kom je natuurlijk op het terrein van zorg. En dat moet je goed met elkaar afstemmen. Om te voorkomen dat je mensen achter slot en grendel zet die eigenlijk gewoon zorgvraag hebben. Ja, en sowieso volgens mij is het ook tegenwoordig zo dat je kunt ook niet loszien bijvoorbeeld met huisvesting. Want die mensen worden tegenwoordig niet meer, zeg maar, vroeger werd ze even in de bossen geplaatst. Ja. Tegenwoordig zijn ze natuurlijk onderdeel van de samenleving geworden. En ja, die moet natuurlijk ook een plek krijgen binnen de gemeente. Dus zeker. Ook daarin zit natuurlijk een overlap van portefeuilles. Ja, dat klopt. En merk je dat ook in Heemstede? Is dat ook een grote problematiek? Of valt het ook wij hebben ermee te maken, maar natuurlijk niet in de mate als dat het gebeurt in steden als Haarlem of Rotterdam of zo. Ja, daar is de problematiek groter. Maar die zit ook niet alleen om zo'n... die zijn ook niet alleen waarschijnlijk om deze grote klus aan te pakken. Er zullen wel een aantal personen bij betrokken zijn. Ja, natuurlijk. Maar kijk, wij worden natuurlijk ook ondersteund door de ambtelijke organisatie en deskundigen. Hè? Ik bedoel, wij zijn er verantwoordelijk voor, we moeten weten. Maar we nemen natuurlijk besluiten als het gaat om beleid en invulling daarvan. Maar we worden natuurlijk wel ondersteund door een gelukkig zeer capabele ambtelijke ondersteuning. En, wat ook belangrijk is, we werken regionaal samen. Ja, okay. Dus het is niet dat alles alleen door Heemstede gebeurt. Afhankelijk van het vraagstuk werken we of samen met alleen Bloemendaal of met de hele regio. Kennemerland, Haarlem erbij, Zandvoort en noem maar op. Soms ook Eimond erbij en de Haarlemmermeer. Dus, en dat vraagt ook veel afstemming onderling natuurlijk. En is dat zeker ook op sociaal domein is dat vooral? Sociaal domein is dat zo. Denk aan de jeugdzorg. Ja. Daar is het zelfs zo dat we landelijke afspraken hebben. Dus landelijk, provinciaal zou je kunnen zeggen, en dan regionaal en dan ook nog eens een keer lokaal. Ja, okay.
Is dat, Nee, want ik zit te denken, want kijk, zo, zeker die kijken naar het sociaal domein, dus als mensen die in problematiek zitten, zeker als ik zeg verslaafd, dat soort dingen, die houden zich natuurlijk niet aan gemeentegrenzen. Nee. Dus dan vandaar dat, dat sommige problematiek eigenlijk gemeenteoverstijgend is en daardoor. Ja, dat is waar, maar het heeft ook met de hulpvraag te maken natuurlijk. Sommige hulpbehoeften die kan je als alleen een gemeente, alleen als Heemstede, daar kan je niet aan voldoen. En dus ga je samen met andere gemeenten iemand contracteren om, in het geval dat het zich voordoet, dat je daar terecht kunt. Okay, dus. En die gaan niet met al die gemeentes apart een afspraak. Nee, onderhandelen is waar met een groep gemeentes, maar ja. Ik heb iemand, ik zeg maar, heet het een case manager of zo, dat iemand krijgt een contractmanager. Ja, ziet ja, eigenlijk. Ja, wie niet? Ja. Oké, okay, nee, dat is toch goed even, hoor. Ja, nee, is het. Dit is het raden weer. Jawel, ik zit denken. Nou ja, ik weet het. Het verleden is natuurlijk. Het is altijd een beetje de vraag, natuurlijk. De zorg was natuurlijk altijd landelijk en is langzaam naar de gemeente steeds meer toegeschoven. Een deel provincie zelfs. Ja. Ja. En natuurlijk, wat ik vaak wel hoor bij gemeentes, dan. Ja, zijn die middelen die dan nodig zijn, zijn die ook wel meegekomen? Dat is of sommige gemeenten zeggen van. Nou, zijn er wel tevreden over? Anderen zeggen van. Nou, had wat ruimer gemaakt. Ja. Bij de WMO, de Wet Maatschappelijke Ondersteuning, daar was wel degelijk ook een taakstelling. Dus een bezuiniging aan de orde. Met de gedachte die erachter zat, was van nou, gemeentes die kunnen dat veel beter. Hè? Die weten wat maatwerk en die hoeven, ja, die kunnen daardoor ook veel minder hoge kosten. En dus kunnen ze het ook voor minder geld. Dat is geweest. En ja, daar hebben sommige gemeenten lukte dat wel, andere wat minder. Maar met de jeugdzorg is dat bijvoorbeeld niet zo geweest. Okay. Daar is gewoon hetzelfde geld naar de gemeente gekomen. Ja. Ja, en dan een ander punt natuurlijk, dat is, kijk even naar jou, Jos, sport. Ja, ik ben heel benieuwd wat je met sport allemaal doet. Met sport? Je weet dat ik nogal wat met sport te maken heb. En, maar ja. Nou, we hebben af en toe zelfs ook wat 023 sport hebben we al in het verleden gedaan. Dus ja, ja. Ja, ja, dat gaat ook weer terugkomen hoor, het programma, dat weet helemaal niet meer. Maar onze grote man Henny Rukert, die is vertrokken naar Sint Maarten. Oh ja, ja. Dus, en even snel een vervanger voor hem vinden, dat is niet heel snel mogelijk. Maar okay. Vinden we hem wel. Ja, nou wat... Maar wat doe je voor sport in, hoe zit het in Heemstede? Hoe zit het sport in Heemstede? Ja. Nou, op zich is het goed sport in Heemstede. Ja, er zijn veel jongeren die sporten. Dat is een van de hoogste percentages als het gaat om lid van sportverenigingen. Okay. Je ziet wel dat het afneemt, hè? Dus sporten in georganiseerd verband, dat wordt minder in verenigingen. Maar het neemt niet weg dat mensen op een andere manier sporten en bewegen. Waarom neemt het af? Geen idee. Tijdgeest. Mensen willen liever op het moment dat het hun uitkomt een sport bedrijven, naar sportschool of hardlopen of wat dan ook. Dan iedere zaterdag om 10 uur op het voetbalveld of op het hockeyveld. Of, ja. Ja, dat zie je. Je ziet heel veel sportscholen juist alleen maar bijkomen. Je hebt crossfit, allerlei soorten fit zien bestaan. Dus dat is heel erg populair. En dat is niet alleen jeugd, ook zeg maar de millennials, ik zeg ook maar, dat wordt nuttig. Groep daarboven, die zie je ook hier, af en toe zie je iemand geschreeuwend rondrennen. Ik word je aangevallen of zo? Nee hoor, dan zie je aan het crossfit. Dan denk je, oké, dan laat je maar lekker lopen. Maar dat is helemaal hot. Want hoeveel sportschalen hebben we eigenlijk in Heemstede? Ach, dat zou ik niet weten. Dat zijn er best veel. Ja, dat zijn er echt veel. Ik zit zelf op een sportschool in Haarlem. Want ik moet mijn conditie een beetje bijhouden als scheidsrechter enzovoort enzovoort. Maar als je ook ziet wat daar binnen komt lopen, dat lijkt wel elke dag meer te zijn. Ja. Dat is enorm. Ja, maar dat wordt ook gepropageerd door de overheid, dat je gaat sporten. Ja. 30 minuten per dag, minst. Ja. Maar als je kijkt bij Groenendaal, de buurt van Groenendaal, dan loop ik 3 sportscholen of zo. Ja, en je hebt echt diverse soorten en maten. En, Maar wat is jouw taak precies met sport? Wat doe je ermee? Hoe faciliteer je het? Wat is dat de bedoeling? Nou, wat de taak van de gemeente is, is voorwaarden scheppen. Dat je ook mensen in staat stelt om te kunnen sporten. En we proberen ook mensen te stimuleren om te sporten en bewegen, want dat is gezonder, en et cetera. Maar het belangrijkste wat we natuurlijk doen is zorgen dat er sportvelden zijn. En dat die onderhouden worden. Dat we zorgen dat, dat er genoeg geld is om dat allemaal draaiende te houden.
En heb je ook nog zoiets als een sportpas? Wij hebben geen sportpas. Okay. We hebben wel een declaratieregeling waarmee mensen met een wat lager inkomen toch kunnen sporten. En die kunnen dan gewoon hun abonnement voor de voetbalvereniging declareren bij de gemeente en dan krijgt het geld terug. Ja, je denkt dat bij Heemstede dat je natuurlijk dat daar inkomsten hoog zijn. Maar natuurlijk ook daar heb je toch ook in Heemstede ook. Ja, ook mensen met minder geld in Heemstede. Het is niet allemaal rijkdom. Nee, maar dat is natuurlijk de oordelen van buiten Heemstede. En hoe zit het dan met die openbare terreinen? Ik bedoel, als je terreinen gaat faciliteren voor sport, dan is het natuurlijk prachtig als iedereen daar gewoon een beetje rond kan lopen. Maar zijn dat openbare terreinen die s'avonds door de jeugd worden gebruikt en half worden afgebroken? Of valt het nog wel mee in Heemstede? Het is openbaar. Het is openbaar terrein, maar het wordt wel afgesloten s'avonds om vernielingen en dat soort dingen tegen te gaan. Toch wel? Ja, dus in het verleden zijn er ook wel dingen vernield. Het sportpark terrein. Ja, en dat heb je natuurlijk liever niet. Maar op zich is overdag is iedereen gewoon welkom. En er is een mooi hardloopcircuit waar je terecht kunt. En er staan wat apparaten om allerlei fitnessoefeningen te kunnen doen. Dus het zwembad is er natuurlijk. Ja. Maar dan heb je het over het sportpark, het gemeentelijk sportpark. En dan heb je natuurlijk ook nog de HBC aan de overkant. Ja, en daar kun je ook terecht voor voetballen. En hoe zit het dan met Park Meermond, waar ook wat toestellen af en toe staan? Ja. Ik woon zelf in de buurt van het Park Meermond, maar volgens mij gaat het s'avonds niet dicht. Nee, dat is gewoon openbaar terrein. Ja, dat is helemaal openbaar. Ja. Daar staan ze om 3 uur 's nachts niet te sporten, maar ze zijn er wel. En dan vraag je aan mij hoe het bij Park Meermond gaat. Volgens mij weet je zelf. Openbaar terrein. Ik vraag me gewoon af hoe dat zit met het openbare terrein. Want, ja, hetzelfde als met het bos. Hè. Dat is ook openbaar. Ja, daar behoor je ook niet te zijn na zonsondergang. Nee. Maar je kan dat niet blijven controleren. Nee. Dat kan je af en toe eens doen. Een andere, je bent ook directeur geweest van Casca. Ja. De cultuur. Is Casca tegenwoordig bij Heemstede? Dat klopt. Ja? Ja. Wat voor speciale culturele evenementen heeft Heemstede? Of wat doen wij in Heemstede speciaal aan cultuur? Wij hebben natuurlijk het Theater De Luifel. Daar zijn heel veel voorstellingen. Ja. Maar ook de Oude Kerk. Daar zijn ook heel veel voorstellingen als het gaat om lezingen, theater. Het Wilhelminaplein. Wilhelminaplein, ja. De Oude Kerk, ja. En daarnaast zijn er natuurlijk diverse kunstenaars en doen we ook mee aan de kunstlijn. Loopt dat gelijk? Voorheen was dat nog wel eens verschillend, dat je een verschillende start had, zal ik maar zeggen. Nu loopt dat gelijk. Nou, dan hebben we natuurlijk de Open Monumentendag nog. We hebben natuurlijk de bibliotheek met heel veel mogelijkheden voor kunst en cultuur. Maar die historische vereniging, Heemstede Bennekom, die doen ook heel veel, ook educatie. Ja. Maken mooie boeken over het verleden van Heemstede. Maar zo zijn er nog veel meer initiatieven op dat terrein. We hebben natuurlijk muziek, heel veel cultuur. Als het gaat, denk aan de Harmonie, het Symfonisch Blaasorkest. Die zijn ook prominent aanwezig. Ja. Als je van cultuur houdt, dan kun je een Heemstede. Is dat te doen? Ja, dus genoeg te doen. Ja. Hebben ze in Heemstede onlangs ook meegedaan met die, hoe heet dat nou ook weer, die openhuis cultuur, muzikale evenementen die een paar weken geleden plaatsvonden. Dat je gewoon kon aansluiten bij een ergens in een woning van, daar weet toevallig iets. Een soort huiskamerconcert. Ja, huiskamerconcert. Wat was dat ook weer? Dus een paar weken geleden. Ja, maar ik weet niet of het in elke regio wordt gehouden. Het wordt steeds niet. Dus iets nieuws is dat. Je kan gewoon binnenlopen en dan zit iemand met een viooltje bezig. Ja, dat is hartstikke leuk. Leuk iets. Ik zit even kijken gewoon naar het algemene politieke spectrum. Het is natuurlijk op zich wel een hele verandering. Het is nu dus GroenLinks, ABB en PvdA. Ja. En dat is natuurlijk, als buitenstaander is dat natuurlijk heel moeilijk te begrijpen hoe dat is gegaan. Ik hoor vaak het woord FOMAR vallen, dat lees je in de krant. Maar wat ik interessant vind, het is ook heel verschillend. Op zich, jullie hebben het redelijk goed gedaan, zag ik, vergeleken met de landelijke peilingen, toch?
De uitslag. Ja, toch? Wat ik zo las, was het. Het was niet geworden, maar niet super, maar het was niet. Was het bovengemiddeld. Het was ietsje beter dan landelijk, ja. Dus maar daarmee nog niet goed. Nee, dat snap ik niet. We kunnen er van hand stemmen. Nee, maar dan is het op zich wel een prettig gegeven, dus dat je weer vooruit kan gaan. Ook omdat er nu weer verkiezingen aankomen. Ja. Dus, was je eigenlijk niet verrast? Dat de PvdA ineens weer in de. Ja, nou ja, ik had daar eerlijk gezegd zelf helemaal geen rekening mee gehouden. Nee, zeker toen dat was de enige niet. Nee, dat ik de uitslag ook zag op de verkiezingsavond. Ja. Eén zetel, ja, had ik zoiets van oké, dat wordt druk. Ja. Drie commissies. Ja. En ik heb ook aangegeven in de analyse, zeg maar, van de uitslag van de verkiezingen, van ja, wij hebben verloren. Hè. We zijn van 2-1 zetel gegaan. En er zijn andere partijen die hebben gewonnen. Dus laat die maar het initiatief nemen. En, maar is het een enorme heksenketel geweest dan om uiteindelijk deze coalitie tot stand te brengen? Voelden andere partijen zich niet erg gepasseerd omdat ze meer zetels hadden gekregen dan jullie, dan de PvdA? Ja, ik zou haast zeggen, dat zou je aan de andere partijen moeten vragen. Mm. Ja, je weet zelf als geen ander hoe die heksenketel is verlopen, denk ik. Nou, eigenlijk dus niet. Want ik heb in de eerste oriënterende gesprekken, daar ben ik helemaal niet bij betrokken. Okay. Die zijn tussen de andere partijen verlopen. Okay. Ja, wij waren als laatste aan bod om aan tafel te zitten. En vervolgens is er een tweede ronde geweest. En er is nog een informateur zelfs geweest die een soort van rapportage heeft geschreven van ja, wat zijn de mogelijkheden en hoe zou je naar kunnen kijken. En tot mijn grote verbazing kwam daar ook een combinatie met de Partij van de Arbeid uit naar voren. En, toen dacht ik nog steeds niet van, nou, dat zal dan wel gebeuren, maar nee. Oké. Ja, het is heel bijzonder, maar ja, aan de andere kant, het gaat om 21 raadzetels. Twee winnende partijen, GroenLinks en HBB, hebben met elkaar 10 zetels. Net geen meerderheid. Dus ja, dan heb je met één zetel een soort van... Ja, dat kan net het verschil zijn tussen een meerderheid en een minderheid. En of wij nou 2 of 3 zetels zouden hebben gehad, of 1, dan blijf je toch een soort van... Nou, het is alleen, kijk, het lastschap vind ik met 1 zetel meerderheid is, als er, kijk, het op jullie zou kunnen, want je 1 zetel, maar stel voor een andere groep die meerdere zetels hebben en er komt interne ruzie, dan ben je heel snel je meerderheid kwijt. Dat is het enige wat... Klopt, dat klopt. Dat is het kwetsbare. Ja, en nou ja, goed, als je... Drie zetels meer hebt. En HBB heeft 7 zetels en die zou splitsen, dan heb je nog steeds hetzelfde probleem. Ja, precies. Nee, maar ik bedoel, meestal als eentje afvalt, kan er wel. Ja, ik heb ook het idee dat de neemzetel op de andere best wel redelijk in elkaar zit. Die ruzies, die zullen af en toe eens achter gesloten deuren plaatsvinden. Nou, maar dat valt over het algemeen wel mee, denk ik. Nou, wat jullie coalitie betreft tenminste. Ja, wat ik in ieder geval, ik ervaar het als een zeer prettige samenwerking. Ja. We vertrouwen elkaar en we gunnen elkaar iets wat. En we denken aan elkaars belangen. Dus dat voelt gewoon heel erg goed, heel stevig. En datzelfde geldt ook wel in de raad, denk ik. Maar daar ben ik niet altijd bij natuurlijk. Nee. Ja, dus wat dat betreft is er wel vertrouwen dat we... En we hebben ook een heel leuk programma. Waarin iedereen zich kan vinden. Dat deze regio bijna allemaal linksom is gegaan. Ik zeg het even linksom, dat is centrum links is geworden. Want Haarlem heeft het ook. Ja. Even kijken. De Partij van de Arbeid in Haarlem heeft het echt goed gedaan. Hè? Ja, als je het hebt over een van de partijen die boven het landelijk gemiddelde heeft gepresteerd, is dan Haarlem. Ja, dat veel moppen. Dus... Het is wel een beetje dezelfde. Dat is misschien voor, dan ga ik gelijk even het bruggetje die ik vorig jaar ook deed. De regionale oplossing is natuurlijk handig dan. Als je een beetje dezelfde kleuren hebt, dan kan je misschien wat dingen oplossen die al helemaal spelen. Nou, ik moet je heel eerlijk zeggen. Ik zit in diverse overleggen met heel veel andere wethouders. En van een aantal weet ik niet eens van welke partij ze zijn. Okay. Maar we werken allemaal namelijk aan hetzelfde. Ja, okay. We willen vooruit. We willen het beste voor onze inwoners. En ja, of dan iemand van het CDA of D66 is,
dat maar. Het gaat om de kwaliteit in de argumenten die je wisselt. Dat wel, maar ik denk toch dat op duurzaamheid, wat nu erg populair is, dat is nu een verkiezingsthema, denk ik, ook wel binnen de provinciale verkiezingen. Daar zie je toch wel dat er verschillend wordt gedacht binnen partijen. En in regionaal overleg kan dat er misschien dat dat... Ja, maar er is wel een verschil of je wethouder of burgemeester... Nou, burgemeester is sowieso een andere positie, maar als wethouder ben je natuurlijk om het collegeprogramma uit te voeren. En ben je eigenlijk niet meer van de partij. Nee, maar... Je bent van de hele gemeenteraad, dus dat geldt voor die anderen ook allemaal. Maar je hebt natuurlijk wel een coalitieakkoord afgesloten. Dat is natuurlijk wel de richtlijn. Ja. En als die dan zegt, wij zijn voor meer duurzaamheid, ik houd het even als deze kant. En de buurgemeente heeft nagenoeg hetzelfde politieke kleur als coalitieakkoord en die vindt ook duurzaamheid heel belangrijk. Ja. Dan is het makkelijk om natuurlijk een deal te sluiten op duurzaamheid. Ik zeg het even... Ja, misschien is het in de praktijk niet zo dat het toch... Nee, in de praktijk valt het reuze mee, die verschillen. Misschien een manier waarop. Nee, iedereen is voor duurzaamheid overigens tegen. Ja, dat is of je nou gewoon van links of van de VVD of van ABB of van... Iedereen is voor duurzaamheid, alleen hoe wil je dat dan bereiken en hoe snel, daar zit wel een verschil in. Maar ik merk geen verschil tussen of het nou een collega wethouder van de Partij van de Arbeid is of van GroenLinks of CDA of D66. Ik zie het driftig gezegd. Ik vraag me over die duurzaamheid, daar heeft iedereen het over. Hè? Duurzaam. Is dat nou weer een nieuwe hype? Of is dat langzamerhand alweer voorbij en begint men nu met de volgende hype, milieu? Ja, en dan krijgen we dat weer. En dat. Duurzaamheid, ik denk dat het een term is geweest die een jaar of vier geleden heel intensief is geïntroduceerd. En daarna is iedereen duurzaamheid. Maar in hoeverre dat inderdaad goed wordt geventileerd en ook goed wordt gebruikt binnen de politiek, vraag ik me af en toe wel eens af. Nou, ik denk dat we de vrijblijvendheid, zal ik maar zeggen, als het gaat om milieu. Milieu was vroeger een soort van, ik kom uit een voortreffelijk milieu. Hè, dat was een beetje aan de fanatiekeling, aan de voorbehouden, maar tegenwoordig denkt iedereen eraan. Ja. De vraag is natuurlijk, en hoe ga je dan een invulling aan geven? Mm-hmm. Want ik snap wel wat je zegt, van, iedereen roept nu, we moeten van alles doen met duurzaamheid en CO2 en schone energie. Ja. Maar dan denk jij als inwoner, wat kan ik er dan aan doen? Ik heb kranten, ik heb glas en ik heb misschien dat ik ook nog plastic schrijf. Dat ben ik keurig netjes weg. En ik zet de thermostaat op lager. Ja. En ik laat het water niet onnodig lopen en dat soort dingen. Wat kan ik dan nog meer doen? Nou, huis isoleren, dat heeft ook financiële voordelen. Dus ik denk dat iedereen er wel in meer of mindere mate mee bezig. Maar is het ook niet zo dat ze deze zomer zijn eens geschrokken omdat het natuurlijk zo heel lang mooi is geweest? Maar als deze zomer die nu komt zo'n slechte zomer is, dat veel regen is, dan is het het valt weer mee. Misschien is dan de... Nou, dit keer een beetje paniekreactie. Maar wat volgens mij een hele belangrijke factor is geweest in het besef en het bewustzijn ook van de doorsnee inwoner is de problematiek in Groningen. Ja. De problematiek in Groningen die heeft echt helder gemaakt voor alles en iedereen dat we niet zomaar al dat gas maar uit de grond kunnen pompen zonder dat dat tot problemen leidt. En dat is wel heel helder geworden. Maar als we daar helemaal over gaan beginnen, dan zit we hier over niet nog wel, want daar kan ik echt heel veel over vertellen. Ja, maar ik denk... Het is natuurlijk, als je dat hele gas uit Groningen bekijkt, is het natuurlijk te gek dat men daar uit de grond haalt. Dat exporteert naar Duitsland en dat wij gas importeren vanuit Rusland. Dat slaat natuurlijk nergens op. Ja. Toch? Dat is toch onzin? Ja, zeker. De hele problematiek is misschien wel ontstaan in Groningen, maar het komt alleen omdat het maar uit de grond heeft gehaald. Maar dat is niet wat en ik zei. Puur economische, sorry. Ik zei dat het bewustzijn van waar we zijn mee bezig als het gaat om milieu en het gebruik van energie en dat soort dingen, dat is ontzettend versterkt door de problematiek in Groningen. Oké. Dat heeft het bewustzijn van de inwoners, dat was echt een wake-up, denk ik. Ja. Nee, oké, maar we gaan natuurlijk te ver af in Heemstede. Maar ik wil toch even... Ik vind duurzaamheid en milieu
Dat kun je afbakenen in een gemeente, je kunt het afbaken in de provincie, je kunt het afbaken in het hele land. Maar het effect wat je hier creëert kan in Limburg effecten hebben. Of de maatregelen die je hier treft kunnen daar verderop effecten hebben. Dus hetzelfde met Schiphol. Ik vind altijd, dat is een heel lang verhaal. We gaan niet zo ver weg nu. Ja, nee, oké, maar ik vind die duurzaamheid en milieu, milieu is geen hype. De duurzaamheid veel meer. Ik ben in 1991 afgestudeerd op een onderwerp over milieumanagement. Dat is, ik zag het, je hebt ook nog les gegeven op Erasmus erover. Ook nog, dus dat is al heel lang geleden. Ja. Dus zo lang is milieu al onderwerp van gesprek. Ja. En daarvoor, ik weet niet de exacte jaartallen, zijn er al alarmerende berichten naar boven gekomen. Ja. Denk aan de Club van Rome, die heeft gewaarschuwd dat als wij zo doorgaan, dat het in het jaar 2010, dat er geen gas meer zal zijn en nou, noem maar op. Overigens, dat ging toen vooral om de zure regen, de uitstoot van de industrie, die was toen nog echt veel erger dan nu, met zwaveldioxide en noem maar op. Maar die zure regen is voor een groot gedeelte toch ingeperkt. En dan zie je dus wel degelijk dat er stappen zijn gezet. Mm. En nu nemen we dat allemaal als vanzelfsprekend. Maar vroeger stonden we allemaal, voor mij was het niet zo nodig, dat kan niet zoveel naar, maar met van die spuiten, met dat drijfgas spuiten. Ja, de hele ozon. Ja. Hè, met de ozon. Ja. Ja. Maar tegenwoordig is dat niet meer. Nee. Dus er zijn ook wel heel veel dingen veranderd. En als je ziet wat er gebeurt op het gebied van verlichting, om maar eens iets te zien. Dus ook led, hè? Ik zit al om me heen te kijken. Dat is ook led. Ja. Ja. En daar heb je gewoon veel minder energie verbruikt. Het gaat langer mee en je hebt minder onderhoud. Dus je ziet wel, het is misschien een hype. Ja, ik denk dat het niet meer weg te denken is. Nee. Okay. Het is niet meer weg te denken. Wordt er in jouw portefeuille binnen het onderwijs ook aandacht besteed aan dit soort faciliteiten, ook op de lagere scholen en dergelijke? Ja, de lagere scholen zelf doen dat voor een groot gedeelte. En wij zelf vinden milieueducatie ook van belang. Okay. Dat hebben we ook opgenomen in ons collegeprogramma. Overigens zijn we natuurlijk met het basisonderwijs hard bezig geweest met zo'n huisvestingsplan voor de komende 15, 20 jaar. Misschien dat we het nog wat kunnen versnellen naar 12, dat zou mooi zijn. En daarin is duurzaamheid ook wel degelijk een onderdeel. En daarvoor zullen we in Heemstede ook extra de portemonnee moeten trekken. Okay. Maar goed, dat verdient zich dan weer terug. Hè? Ja. Het gebruik van energie en ook om de doelstellingen te kunnen behalen. En dat is heel fijn voor het onderwijs, want dat schept ze gewoon. Ja, natuurlijk. Nee, ik ga een beetje nu, want we zijn een tijdje bezig. Ik wil natuurlijk niet de kijkers helemaal weggaan. Maar toch even nog terugkomend op het regionaal. Kijk toch even naar de verkiezingen. Die komen toch aan, zeg het volgende maand al. Dus we nemen nu op in februari, dus het is volgende maand. het zal net aan zijn wanneer het uitkomt vandaag. Zie ik ook al in de campagne deel bezig? Campagnestand. Nou, toevallig morgen is er een bijeenkomst in Heemstede. Dat gaat over het Mappelslaaggebied. En daar komen vertegenwoordigers van diverse partijen voor de provinciale staten. Die komen om daar te praten over hun ideeën over het Mappelslaaggebied. Okay. Dus dat vind ik wel interessant. Okay. Heeft er niet een enorm artikel in het Haarlems Dagblad gestaan vandaag of gisteren? Ja, dat was een oproep om vooral te komen. Oh, daar ging het over. Okay. Ja. Ja. Daar werd het aangekondigd. Oké. Okay. Ja. Okay. Maar je bent zelf ook wethouder, dus ben je een beetje op de achtergrond of doe je echt wel mee op dat moment weer gewoon een rode jasje aan en campagne voeren? Ja, ik ben wel gevraagd om ook mee te helpen aan de campagne en natuurlijk zal ik dat doen, maar ik zal natuurlijk wel altijd een onderscheid maken tussen de functie van wethouder en ik ben nu op campagne. Ja, dat is logisch. Ja, als je bij het kraapje staat, je hebt een rode jasje aan, dan ben je gewoon even campagne lid, toch? Ja, zo is het. Ja. Nee, jij trekt je gele jasje aan. Mag je bedanken, Sjaak, voor het prettig gesprek. Ik heb toch veel geleerd. Ja, Sjaak, we kunnen nog uren doorpraten. Ja, maar, dat doen we bij. Doen we even. Ik wil wat leukere onderwerpen doen. Wat was je motivatie? Waarom ben je überhaupt snel? Wat was je motivatie? Wat was je motivatie bij de politiek te gaan, Sjaak? Heel snel. Heel snel? Ja, want het is je tweede termijn. De reden dat ik lid ben geworden van de Partij van de Arbeid is
dat ik op een moment bij mijn oma op bezoek kwam. In IJmuiden was dat. En zij woonde daar in de Moerberg in een heel klein kamertje. Zij kreeg geen inkomen, ze kreeg zakgeld. Iedere dag een paar euro te guldens nog om die tijd te besteden. En ze kon eigenlijk geen cadeautjes kopen voor de kleinkinderen als ze jarig waren. Het was een koekje bij de koffie, dat was nou, kon eigenlijk niet. En op dat moment studeerde ik in Rotterdam. En ik had het geluk dat ik in een spiksplinternieuwe studentenflat terecht kon. Mijn kamer was groter, ik had een eigen toilet, eigen douche, een gezamenlijke keuken. En ik had meer geld te besteden per maand dan mijn oma, die ja, na de oorlog, zonder opleiding, dat kon allemaal niet, ja, toch het land opgebouwd heeft. En ja, toen dacht ik van, hier klopt iets niet. Hier klopt iets niet. En die solidariteit, zeg maar, hè, die ik toen voelde voor mijn oma, van dit kan toch niet waar zijn. Ik heb toch helemaal niets gedaan in de maatschappij. Zij wel, en moet je nou eens kijken. Ja, dat is behoorlijk omgedraaid. Ja, waar heb ik dat aan verdiend? Ja. En toen bedacht ik bij mezelf van ja, ik heb het geluk gehad dat ik toevallig wat hersenen heb meegekregen van mijn ouders. En dat ik het geluk heb gehad dat ik onderwijs kon genieten. En dat ik daardoor waarschijnlijk een goede baan, want dat wist ik toen nog niet in die tijd, zal krijgen. En dat geluk heb ik gehad en een ander die heeft dat geluk niet gehad. En heeft bijvoorbeeld problemen gehad bij een geboorte of is toevallig in andere omstandigheden geboren. Zonder daar echt schuld aan te hebben. En ja, dat is voor mij de reden geweest dat ik lid ben geworden van de Partij van de Arbeid. Die natuurlijk altijd opkomt voor de zwakkeren in de samenleving. Dat vind ik dan een heel goed uitgangspunt. Zeker omdat die mensen, je hebt het over je oma, duidelijke opbouwers van na de oorlog. Ja. Als die dan ergens worden weggestopt in een achterafkamertje, is natuurlijk wel heel... Gelukkig is dat heel veel verbeterd nu, hè. Want ik ben toevallig onlangs weer eens in IJmuiden geweest. Ja, dat is niet. Toen kon ik het niet laten om toch even de Moerberg weer in te lopen. En gelukkig ziet het er nu allemaal stukken beter uit. Dus er is heel veel verbeterd. Maar voor de ouderen gaat het dus nu best goed, zal ik maar zeggen. En dat zal ook in de toekomst wel goed gaan. Maar waar ik me nu ernstig zorgen om maak, dat is de jongere mensen. Probeer maar eens in Haarlem een huis te vinden. Ja, dat wordt echt een krankzinnig probleem. Ja, hè, dus die solidariteit, hè, tussen mensen die toevallig wat minder geluk hebben gehad in het leven. En mensen die, zelf maar met een gouden lepel geboren zijn. Die solidariteit, maar ook solidariteit tussen generaties. Daar maak ik me ernstig zorgen over. Want ja, er zal ook een moment komen dat de jonge generatie denkt van ja, wacht eens even. Waarom doen we dit eigenlijk? Waarom betaal ik eigenlijk zoveel? Heb je enig idee hoe dat opgelost zou kunnen worden? Heb je een bepaalde handvat? Handvat is te veel, maar... Daar heb ik wel ideeën over. En dat betekent echt dat er meer gevraagd zal gaan worden aan mijn generatie en oudere generaties. Om toch meer bij te dragen ook aan het maatschappelijke speelveld. En ook jongeren echt een kans te geven om zich te kunnen ontwikkelen. Die hebben we hard nodig. Die solidariteit. Maar dat is een krankzinnige omzwaai is dat voor elkaar weten te krijgen. Ja, maar ik denk echt dat het ook... Maar dat is wel waarvan ik denk dat het echt nodig is. Ja. Want anders valt de draagkracht onder het solidariteitsprincipe valt weg. Je krijgt een volledige verandering van de maatschappij. Want de route is toch al heel druk bezig. Ja. Het is een hele transitie-economie en alles wat erbij komt. Je gaf eerder, toen we het over sport hadden, gaf al even aan, hè, dat het verenigingsgevoel steeds minder wordt en naar individuele sporten gaat. Ja. Kijk, sporten in een clubsverband is niet alleen leuk omdat je sport, maar het heeft ook iets sociaals met elkaar. Ja. Je helpt elkaar, je komt verder en je doet het met een team. Ja. En die ontwikkeling van alleen met jezelf bezig zijn, als die zich verder doorzet, dan moet je wel opletten dat de solidariteit in de maatschappij niet helemaal verdwijnt. Ja. Want anders verdwijnt echt alles wat we met elkaar opgebouwd hebben. Ja, klopt. Dus ik denk dat het echt tijd wordt om daar meer aandacht voor te hebben. Voor de jonge generaties. Ja, dat is een mooie afsluiting. Een mooie oproep. Ook gelijk. Dat doe ik echt. Bedankt. Graag gedaan.
Nee, hartstikke bedankt. En kijkers, bedankt voor het weer kijken naar deze aflevering. En tot de volgende keer. Tot ziens.